Dit is Rentmatrix en mijn naam is Arjan Bos. Deze keer ga ik je iets uitleg geven over mijn vast. En daarbij wil ik vooraf aangeven dat ik helemaal geen voedingsdeskundige ben of heel veel verstand heb van het menselijk lichaam. Ik deel gewoon mijn ervaring met je. Ik heb een tijdje geleden een retreat genomen. Dat was niet zonder reden. Dat was echt om gezondheidsredenen. En een van die dingen die niet zo gezond aan mij waren, was onder andere mijn gewicht. Dat was veel te veel. Ik was vorig jaar zomer lekker afgevallen. Maar door alle gebeurtenissen en aandacht die van eten afging, was er inmiddels ook alweer behoorlijk wat bij. En mijn gezondheidsproblemen waren best serieus. Dus eigenlijk was de aanleiding mijn zoon Tim. Die zei op een goede avond, zo'n nu 40 dagen geleden tegen mij van: "Goh pap, je bent wel weer veel dikker geworden, hè? En ga je dan ook wat aan doen?" En ik voelde echt zijn bezorgdheid. En ik had zoiets van: ja, daar moet ik ook gewoon echt wat aan doen. En wat een... daar voelde ik me er ook niet goed over. Dat ik, ondanks de retreat, toch niet gelukt was om... Fatsoenlijk voor mijn lijf te zorgen. Ook wel op allerlei andere manieren wel. Maar natuurlijk is toch de basis veel overgewicht. Dat is echt niet lekker om met je mee te zeulen. Voor je organen niet en voor mijn algehele gestel niet. Dus ik zei tegen Tim, zou jij mijn coach willen worden? Dus ik heb een soort regime voor mezelf uitgesteld. Met allerlei dingen wel en niet eten. Daar kom ik later nog wel toe. En of Tim mij daarbij wilde helpen. Dus als hij niet bij mij was, dan zou ik hem sms'en of mailen. En dan kon hij mij feedback geven op wat ik met mezelf had afgesproken. En dat ging ik dan aan hem spiegelen. Nou, dus de eerste dag toen had ik zoiets van: laten we gelijk eens even lekker beginnen. Ik begin met een darmreinigingskuur. En die darmreinigingskuur, dat is een kuur vanaf 3 dagen. Dan kun je 7 soorten poeders nemen en dan komt het binnenste van je darm, dus eigenlijk hele je darmfilm, die komt eruit. Dus alles wat tegen je darmwand aan zit gekoekt. Dat is niet zo smakelijk, want wat er letterlijk uitkomt is echt de oude shit. Maar het is wel heel goed dat eruit komt, want dan is je darmwand weer vrij. En dan kan voedsel weer op worden genomen door je darmwand. Dus ik denk, dat lijkt me goed om mee te beginnen. En die had ik gedaan, er was inderdaad heel veel letterlijk oude shit weg. En ik had zoiets van: ik ben nog niet klaar, ik heb wel zin om door te gaan met vasten. Voorheen heb ik wel een paar keer de citroensapkuur gedaan en die beviel mij op zich prima. Dat is ahornsiroop met citroensap en cayennepeper en dat meng je dan met koud of warm water. En dat is dan eigenlijk wat je gedurende een dag of 10 voornamelijk tot je neemt. En dat beviel me eigenlijk uitstekend. En ik heb dat een keer of 10 gedaan en de eerste keer die was echt wel even pittig. De eerste 4 dagen wel misselijk en chagrijnig en weinig energie en dat soort dingen. Maar toen ik daar eenmaal overheen was, toen was ik elke keer met vasten eigenlijk gelijk in een staat dat ik me er prima bij voelde. Maar ik hoorde allerlei mensen om me heen die deden dat op water. Ik dacht dat lijkt me eigenlijk niks, dat water. Want dan heb je helemaal geen smaak en het lijkt me dat je er heel flauw van wordt. Het leek me allemaal niks, maar ik had zoiets van: ik kan het toch een kans geven. En is het niks, dan ga ik... Gewoon over op de ahornsiroop. Dus ik deed dat een dag en ik voelde me prima. En ik deed het nog een dag en nog een dag en ik blijf me maar prima voelen. Dus op een gegeven moment dacht ik ik kan ook wel 10 dagen op water. Toen was op een gegeven moment dag 11. En toen hoorde ik van allerlei mensen die het wel eens 40 dagen hadden gedaan. Ik denk 40 dagen, dat moet ik echt niet aan denken. Maar goed, vandaag sta ik hier met 40 dagen. Moet ik wel zeggen, ik heb een paar keer gezondigd. Ik heb eigenlijk 3 momenten gehad dat ik echt fors lichamelijke inspanning heb gedaan. En ik merkte dat die dagen daarna, daar heb ik eigenlijk een soepje genomen. Een vers biologisch soepje. En daar was mijn hele gestel eigenlijk weer helemaal mee gevoed. Ik heb ook supplementen genomen gedurende de meeste van de hele periode. Dus ik heb spirulina, chlorella, magnesium, B12. Nutriferus is eigenlijk een soort compleet supplement. En ik heb ook nanomineraal water genomen. De platinum, magnesium en goud. En niet onbelangrijk, de curcumina in water. In de water opgelost. Want curcumine is een fantastische stof. Het is de actief werkende stof van curcuma.
Maar normaal neem je iets van 1% op van die curcumine. En als je er zwarte peper bij doet, dan gaat dat naar 4-5%. Maar ze hebben vorig jaar in Duitsland eigenlijk specifiek voor Lyme patiënten een variant ontdekt. En daarbij wordt 95% opgenomen. Nou, ik zal je niet overladen met alle positieve effecten van curcumina, maar die zijn legio. Ik zal een link toevoegen naar dat spul en ook naar de curcumina. Dus dat is zeker een aanrader, maar dat heb ik genomen. Ja, ik ben natuurlijk ontzettend gaan ontgiften en afvallen. Ik was gisteren 85,5 en ik ben begonnen met 108,8. Dus dat is heel fijn. En wat ik ook heb gemerkt is dat ik gigantisch aan het ontgiften ben gegaan. Een van de dingen die ik daarvan merk is dat eigenlijk heeft mijn zweet altijd verschrikkelijk gestonken. En dat deed ik van alles wel wat aan. Altijd schone shirts mee en deo's en weet ik veel wat. Dus het meeste van de tijd dan kreeg niemand er wat van mee. Maar inmiddels hoeft dat niet echt meer, want die lichaamsgeur die is gewoon verdwenen. Het is gewoon helemaal blanco. En zelfs als ik mijn shirts, mijn onderbroeken, mijn sokken ruik, als ik die een dag heb aangehad, ik ruik er gewoon helemaal niks aan. Dus het is eigenlijk een beetje belachelijk om ze in de was te doen. Dus dat doe ik ook niet altijd. Maar dat is dus heel mooi. En wat er nog meer gebeurt met is dat mijn lichaam eigenlijk overgaat van suikerverbranding naar vetverbranding. En die staat heet ketose. En die is heel prettig. Dan worden er ook allerlei groeihormonen in het lijf aangemaakt. Wat ik ook soms deed is, omdat in goji bessen zitten ook die groeihormonen. Een van de weinige voedingsproducten waar die ook in zitten. Dus op het moment als ik echt even niet meer kon, heb ik af en toe even een paar handjes van die goji bessen genomen. Nou, dat was ook heel prettig om te doen. Op een gegeven moment zat ik bij Martijn van Staveren in de auto en die had het ook wel eens 40 dagen gedaan, watervasten. Dus ik wou het daar eens met hem over hebben. En toen zegt hij van ik heb het wel eens 6 of 7 maanden gedaan. En zelfs wel eens zonder supplementen ook. En hij zegt, toen kwam ik op mijn eigenlijke gewicht en daarna viel ik ook niet meer af. Nou, vandaag ben ik dan op dag 40 en ik heb gisteravond eens even in de spiegel gekeken. En ik ben heel tevreden met wat ik eraf heb. Maar onder de shirt zit echt nog wel wat verborgen. En ik denk wel een kilootje of 10 of zo nog. En die wil ik er eigenlijk ook nog graag af hebben. En naar aanleiding van wat Martijn zei, die zei ook van, ik zei hem ook van, ik neem ook supplementen. En hij zegt, dat is wel heel goed voor je lijf dat je dat doet. Hij zegt, maar dat je het nodig hebt, dat is ook nog een programma. En dat kan ik me wel voorstellen. En die proef op de som wou ik nemen. Dus ik heb de afgelopen week heb ik zonder supplementen gedaan. En ik moet je zeggen, dat ging. Maar ik voelde echt wel verminderde energie. Dus ik heb besloten om eigenlijk gewoon door te gaan, maar dan wel met supplementen. En af en toe als ik gewoon fors lichamelijke inspanning heb, dat ik dan gewoon een biologisch soepje neem. Ja, wat lichamelijke inspanning betreft, dit is een kleine impressie van Shine van afgelopen zaterdag. En dan zie je iemand door het beeld heen jumpen en als je dat al 4,5 uur voorstelt op water, dan kun je je vast voorstellen dat ik de volgende dag wel toe was aan een biologisch soepje. En daar voel ik me heerlijk bij. Dus ik ga nog lekker even door. Ik ben ook gewoon aan het koken voor de kinderen en voor mijn gasten. Dus dat is, dat kan prima. Daar heb ik ook geen probleem mee. Gisteren had ik een gast. Toen heb ik even een biologisch soepje gehad. En toen heb ik inderdaad ook nog een halve tomaat en een paar olijven gehad. Nou, dit was echt goddelijk lekker, die smaak. Heerlijk, ontzettend van genoten. Ik denk dat een van de redenen waarom het ook zo goed gaat, zeg maar, met dat vasten, dat is omdat ik de bekrachtiging, de ochtendbekrachtiging, daar besteed ik daar best wel aandacht aan. De ochtendbekrachtiging die ik voor mezelf doe, is dan begin ik weer zoals ik dan begin. En dan stel ik me voor als een kosmisch wezen, dan zeg ik van als galactisch wezen, een representant van al het leven in het gehele universum en legitieme houder van dit cyberbiologisch lichaam, geef ik de opdracht, de Galactic Command, om
alle stoffen aan te maken die me optimaal doen functioneren. Dat ik een flexibel lijf heb, dat ik me krachtig voel, dat ik me energiek voel, dat ik helder ben. Dat alle vitamines, enzymen, mineralen, hormonen, rode bloedlichaampjes, witte bloedlichaampjes, alle stoffen die ervoor nodig zijn om dat te bewerkstelligen, dat die aangemaakt worden door mijn lichaam. Op Facebook kreeg ik de vraag of ik eten als onderdeel van de matrix zie. Nou, dat zie ik inderdaad, maar dat is alles. Alles is ongeveer onderdeel van de matrix. En behalve je echte innerlijke zelf. En dus eten is dat ook. En wat ik mooi vind aan dit vasten, zeg maar, deze manier van vasten, is dat je een keuze hebt. En dus dat je eten is lekker en eten is fijn en eten is gezellig. En eten is ook voedzaam, maar het hoeft niet. En dat vind ik heel. Daarom vind ik het bij Unmatrix passen. En daarnaast ook zeker omdat het ontgift. Ik ben een separaat kanaal begonnen voor Unmatrix. En ik heb toch besloten om die bij Earth Matters in te doen. Dus dit is de laatste video op dit kanaal. En dan zal ik doorlinken naar de Earth Matters pagina. Als je het leuk vindt om te kijken, doe even een duimpje omhoog. En als je meer van deze video's wil zien, abonneer je op het YouTube kanaal van Earth Matters. Dus dankjewel voor het kijken. Zie je aan de andere kant.